naar eer en geweten dat u de waarheid en niets dan de waarheid zal spreken? Ik zweer het. Dan is dit het kruisverhoor 1. Wanneer heb je voor het laatst gelogen? Zo ja, waarover dan? I don't know. Normaal lieg je als het best slecht gaat. Nu gaat het zo goed, ik heb geen reden om te liegen. Dus I don't know. Yeah, I don't know. 2. Commerciële boy of street credit behouden op de straat? Money boy. Is dat ook een antwoord? Nee. Oh. Even kijken. Moeilijk, man. Moeilijke vraag. Ik zou voor de commerciële gaan, denk ik. 3. Met welke artiest zou je absoluut niet een nummer willen opnemen? MC Biga. 4. Voor welke stad of misschien land zou je Eindhoven wel willen inruilen? Curaçao. 5. Als je iets uit het verleden mocht overdoen, wat zou dat zijn dan? Niks, anders was het niet hier. 6. Wat is de laatste tattoo die je hebt gezet? Wauw. Zo ja, op mijn arm. Ik heb mijn arm laten bijvullen. 7. Welke vraag kan je niet meer horen in interviews? Crimineel / gevangenis gerelateerde vragen. 8. Welk nummer van jezelf zou je nog wel eens gecoverd willen zien worden en door wie? Ik zou Diana wel eens willen horen gezongen worden door Guus Meeuwis. 9. Verliefd, verloofd, getrouwd of happy single? Wauw, dus ben ik alleen happy als ik single ben of is de rest ook happy? Wat is de koep? Jeetje, want je weet, I just want to be happy, you know what I'm saying? Dus ik weet niet wat die... Weet je toch? Ja, dat is een moeilijke vraag. I just want to be happy, man. Ja, getrouwd, whatever, man. 10. Wanneer is de laatste keer dat je met het woord kanker hebt gescholden? Ik denk dat het een paar weken geleden was. En dat ik er ook echt van schrok van, wauw, waarom zeg ik dat nou gewoon? Ja. Ik zei op een gegeven moment commerciële boy of street credit behouden. En het was moeilijk. Je zei money boy. Leg even uit waarom je uiteindelijk voor commerciële boy Koos. Ik heb daar hele goede redenen voor. Kijk, ik ben 6 jaar lang in deze game. Ik vind dat ik niks meer heb te bewijzen naar geen enkele straatrapper of enkele guy. Kijk, mijn leven was vervelend. Als je me straat vindt of niet straat vindt, laat ik nu aan jou. Je weet toch, ik ben nu oud genoeg om mezelf bepaalde keuzes te maken, et cetera, et cetera. Ik heb 3 kinderen, ik moet ze kunnen voeden. En die straatimago dingen ain't gonna work for me. En als ik dan een keuze moet maken... Een keuze moet maken tussen de straatimago of commerciële boy. Als je zegt, als je commerciële boy praat, dan praat je voor mij een vorm van succes. Je weet toch? En veel straatjongeren kunnen dat niet begrijpen, omdat dat gewoon niet bij de imago van stoerheid past. En bij mij past dat wel bij stoerheid, omdat dat gewoon zakken vult. Weet je? En, ja. En je garantie geeft. Dus dat vind ik stoerder dan skeer zijn en kijken van dag tot dag. Weet je? Maar op een gegeven moment toen je bij De Wereld Draait Door kwam en je deed bijvoorbeeld jouw versie van Er is een nacht op jouw manier. Mm-hmm. Had je ook het gevoel, of was je ergens bang van, hey, gaan mensen niet denken van waarom doe ik dit? Dit is totaal anders dan wat ze van me gewend zijn. Nee, ik word ouder. Ik heb gewoon zin om zelf te doen wat ik wil. En hetzelfde had ik ook met Diana. Dat mensen gewoon zoiets hadden van, Campy, waarom maak je dat? Omdat ik dat wil maken gewoon. Het is nu tijd dat Campy gewoon dingen doet wat hij tof vindt. En ik heb gemerkt gewoon dat gewoon vanaf begin tot nu, dat gewoon het succesvolste is om te doen. Als Campy gewoon doet wat hij wil doen. Campy dus. Volgende zaak.